En het verkeersexamen 2017 gaat ondanks de moeilijke economische situatie normaal door. Er vorig jaar had het de politie al veel moeite gekost om dit examen te houden. Het doel van de verkeerslessen op school is om de leerlingen op een kindvriendelijke wijze kennis te laten maken met het verkeer en daarna te toetsen of ze het begrepen hebben. Inspecteur Michalda Kolf, hoofd van de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname, bevestigde vanmorgen dat het verkeersexamen 2017 zo goed als zeker doorgaat. Het examen is gepland voor de periode 14 tot en met 16 juni 2017. De afdeling verkeersvoorlichting, onderwijs en statistieken zal alles in het werk stellen om aan de nodige middelen te komen. De politie heeft ook een goede samenwerking met het ministerie van Onderwijs, zegt inspecteur Kolf. Hoe we aan de middelen komen? Nou, er wordt een begroting, een offerte opgemaakt. En we hebben voor dit jaar twee manieren uitgekozen. Als de ene uitvalt, dan kijken we als we het met de andere doen. De eerste manier is om het extern te laten doen. En de andere manier is om te kijken als we het uit eigen middelen zouden kunnen doen. Er is wel degelijk een relatie, een werkrelatie met het ministerie. De verkeerslessen worden niet alleen gedaan door de afdeling verkeersvoorlichting. De leerkrachten op de scholen zijn ook verantwoordelijk voor bepaalde lessen in het, van het traject. En bij de voorbereiding van het examen wordt er ook wel contact gemaakt met de leerkrachten en ook met hun afgestemd. Dat is dus inspecteur Michalda Kolf. Rieni Mises, leerkracht van de Sint Thomas van Aquino School, zegt dat de leerlingen gereed zijn voor het verkeersexamen. Mises benadrukt dat verkeersvoorlichting van de politie verzekerd heeft dat het examen doorgaat. Nou, de voorbereidingen in beide klassen, die verlopen goed. Wij hebben al flink geoefend met de leerlingen. Wat betreft het theoretisch gedeelte en het praktisch gedeelte moeten we nog oefenen. Er was vorig jaar een heis en poe rond het verkeersexamen. Het was onzeker als het examen vorig jaar door zou gaan. Welke verwachtingen heeft u dit jaar? Nou, toevallig was de verkeerspolitie gisteren bij ons op school. En de agent is zeker van zijn zaak dat het examen dit jaar zeker door zal gaan. Hallo, juf Rieni Mises van de Sint Thomas van Aquino School. We spraken haar over haar verwachtingen over het verkeersexamen 2017.